Een curtain wall werkt in het begintraject vaak erg fijn. Maar op een gegeven moment voldoet de curtain wall vaak niet meer aan de eisen die je stelt voor een kozijn. Met onze Smart Scan Tool kun je twee dingen doen om een kozijn te verbeteren. De eerste is aan een curtain wall een wandsparing toevoegen. Selecteer de curtain wall, ga naar Smart Scan, Modify Elements. Klik met de rechter muisknop op het desbetreffende curtain wall en kies voor Add Window. Je komt dan in een overzicht van kozijnen die je kunt toevoegen aan de curtain wall. Dus ik ga hem niet vervangen, maar ik ga iets toevoegen. En wat ik ga toevoegen is een wandsparing. Type 1. Ik druk OK. En de wandsparing wordt toegevoegd. Er wordt automatisch een duplicaat van de wandsparing gemaakt met de afmeting van de curtain wall. Naast dat ik een wandsparing kan toevoegen, kan ik ook de gehele curtain wall inwisselen voor een ander kozijn. Ik selecteer de curtain wall. Ik ga naar Smart Scan, Modify Elements. Ik klik weer met mijn rechter muisknop op het desbetreffende curtain wall. En nu kies ik niet voor Add Window, maar ik kies voor Replace with Window. Ook hier kom ik in het overzicht van de kozijnen en kan ik hem vervangen voor een willekeurig ander kozijn. Ik kan ook hier weer gaan kiezen voor een wandsparing, maar ik zou ook eventueel kunnen kiezen voor al een wandsparing met een kozijn daarin. Ik heb dan de keuze om te kiezen voor Keep All Dimensions, dan neemt hij de maatvoering van de curtain wall over. En wanneer ik deze uitzet, zal hij de maatvoering van dit bestaande kozijn overnemen. Ik wil graag de curtain wall afmeting aannemen, dus ik klik deze aan. Oké. De curtain wall wordt nu vervangen voor het kozijn met de wandsparing. En dit is het resultaat. De samenstelling die hierin zit heeft ook weer automatisch een duplicaat gekregen met de afmeting van het kozijn.